Ik ben Charles van de Nieuwegiezen, eigenaar van de levenstuin de Groot Hondschoten hier in Teuge. In 1993 heb ik dat samen met Hans IJzerman, de andere eigenaar die helaas vorig jaar overleden is, hebben we dit gekocht en zijn we deze levenstuinen begonnen. Nou, het idee is eigenlijk al in de kinderjaren ontstaan. Ik was ontzettend gek op spelen met speelgoedtreintjes en dan ontwierp ik een eigen land en dat was altijd heel erg planologisch in de weer. En nou vond ik het ook eigenlijk wel heel leuk om hier een eigen tuin, een eigen wereld te creëren. En dat zo zijn eigenlijk de tuinen een beetje ontstaan. Ja. Nou, in 1993 hebben we dit gekocht. Niet wetende dat het toch eigenlijk een heel oud landgoed uit de middeleeuwen al is, want in 1348 bestond het al en daar komt de naam ook het Groot Hondschoten vandaan. Een hond was een middeleeuwse maat. Nou, en schoten was een afgeschermd stuk wat in het landschap, het was een heel wild landschap waar zelfs nog wolven leefden. En ze woonden op het Groot Hondschoten, want het lag wat hoger omdat de IJssel vroeger, als die overstroomde, dan kwam het water tot en met hier. Dus die mensen zaten dan, omdat ze hoger woonden, toch droog. Ja, dus toen dachten we, ja, we wonen op een middeleeuws landgoed met zo'n aparte naam. Dus laten we die naam dan maar behouden. Want ja, wie woont er in Nederland nou op een oud landgoed? Dat zijn er toch niet zo heel veel. En zo zijn we begonnen. Ik had het plan gemaakt en de route moest een spiraal vormen. En nou, we wilden wel iets anders dan een gewone modeltuin. Dus wel iets met een verhaal. En we hebben bedacht van levenstuinen, om het verhaal van het leven van de mens daarin uit te beelden in verschillende aspecten. Er zijn ongeveer 25 tuinen. Het begint met de tuin van de bevruchting, want dat is natuurlijk het begin van het leven, hè, de conceptie. Onderweg kom je bijvoorbeeld in de tuin van de geboorte. Er zitten ook zintuigelijke tuinen in, dus de tuin van het geluid, de tuin van het zien. De tuin van de smaak is de laatste, dat is hier het terras. Er zit een tuin van de liefde in, er zitten kleurentuinen in en ja, het eindigt met de tuin van de dood. Een van mijn favoriete tuinen is wel de tuin van het geluid, waar ook het stiltecentrum staat, dus een Engelsachtig kerkje waarin allemaal reliquieën van allerlei geloven uit de hele wereld samen zijn gevoegd. En het is meteen ook letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de tuin, want het is een 7, 8 meter hoge heuvel gebouwd met een watertrap. Dat is wel eigenlijk wel, vind ik zelf wel, een van de mooiste plekjes van de tuin. From Ireland, Catherine Brady. And this is my nephew, Sean Considine. It's absolutely beautiful. The gardens are lovely. And I love the idea of the birth and through the ages. I see. It's beautiful. Lovely. And I'm waiting the birth of my first grandchild, so it makes it more wonderful. We zijn hier in de tuin van de liefde, of de warmtetuin, met een heel romantische paviljoen. Hier kunnen mensen koffie en thee drinken. Dat is zelfbediening en ze kunnen het geld dan in een onderstiebox stoppen. Het is een hele symmetrisch aangelegde tuin. Aan het einde een kunstwerk, de spiraal, dat is de route van de tuin. En naar beneden kun je nog naar het strand en daar kun je lekker aan de grote vijver zitten. Dit was al de eerste tuin waar we mee begonnen zijn trouwens. Ja. Met het bouwen van dat paviljoen, nou, dat is inmiddels alweer vernieuwd, maar dit was wel de eerste tuin. Hoeveel bezoekers had je toen? Ja, dat weet ik niet meer. Maar nu zijn het er wel 15.000 per jaar. En als ik afgelopen donderdag bekijk, zoals helemaal van het zag, nou, dat was helemaal gigadrukte.
Hier zitten we in de Witte Tuin. En dit is ook het middelpunt van het hele tuinencomplex. En de spiraal, als je die bewandelt, de route, die eindigt ook hier. En vanuit de Witte Tuin loop je de spiraal uit en dan ga je dus terug naar de uitgang. Dit is een beetje een zen-achtige tuin geworden. Een beetje Oosterse tuin, een beetje Japans. En een hele meditatieve tuin. Wordt door heel veel mensen ook erg gewaardeerd, deze tuin. Vinden dat ook een hele bijzondere plek om hier te zitten. Ja. Nou, als je dan helemaal terug bij de route komt, dan kom je in de tuin van de smaak. Dat is het terras, waar je dus natuurlijk wat kan drinken en wat kan gebruiken. Daarnaast hebben we een galerie. Dat heet de Orangerie. Dat is de plek waar 's winters alle kuipplanten overwinteren. En nu hebben we daar twee mooie exposities van Rita van IJsden met mooie schilderij, onder andere van Boeddha's. En glazen sieraden van Truus Rothengarter. Een van die schilderijen is een Boeddha geschilderd en daaropheen zijn ook gedroogde bladeren geplakt van een Bodhi tree. Dat is de heilige boom, de Boeddha boom, waarvan men in India en Sri Lanka gelooft dat Boeddha onder zo'n boom heeft zitten mediteren. Daar zijn verschillende stekken zijn natuurlijk de wereld rondgegaan en ik heb zelf ook zo'n stekje in huis staan van zo'n Bodhi tree. Maar op het schilderij van Rita zijn ze ook te zien, de blaadjes. Ik ben vrijwilligster en ik ben koopolij. 8 jaar. Ja, ik heb het altijd heel, heel fijn hier gevonden om hier te werken. Tot vandaag de dag toe. Altijd ook heel fijn met vrijwilligers zelf, met Charles en Hans. Hans is er jammer genoeg niet meer, maar we gaan gewoon samen door. Uw tuin is supermooi, tot wat ik heb gelopen. En er staat ook wat in het Engels, maar dat kan ik niet lezen. Heel mooi zo in de natuur, even eruit. Daarom kun je hier het beste zijn. Heel ontspannend. Ja, dan staat hier weer een lange tijd terug in de tuinen. Ik zag er best tegen op, de tuinen zonder Hans. Ik mis hem. Dan ook, maar oh, wat een warm welkom. Jammer dat Charles er niet is. De volgende keer beter. Wat een prachtig stel mensen werkt hier toch. Adieu Hans en gauw tot ziens Charles. Nelleke. Apeldoorn. Oh, komt uit Apeldoorn. Ja. Is het de eerste keer dat je hier bent? Nee, de derde keer. Derde keer. En hoe vindt u het hier? Fantastisch, mooi. Droog, maar mooi. Ja. Leg eens uit. Mooi, afwisselend qua kleuren, afwisselend qua, ja, wat zou ik het noemen, bebouwing, hè, met de planten die overal, het waterpartijen zijn fantastisch mooi. Dat vind ik echt mooi. Al die kikkers die rondschuilen, vind ik heel leuk. En mooie pauwen niet te vergeten. Een mooie witte pauw, hele grote. Prachtige beest, prachtige beest. Ja. Het is echt mooi. De hele sfeer is mooi. Ja. En we gaan in verschillende jaargetijden. In april zijn we geweest en in augustus. En nu een keer. Die kapel vind ik ook heel mooi. Om rustig te zitten daarboven. Ja, dat is heel mooi. En die witte tuin is prachtig. Met alle Boeddha's. Nee. Ja. Nee, hier kan je volgens mij iedere week heen gaan. Dus soms denken we om zo'n seizoenenkaart te nemen.